Yo mensen, kan op de keer. Vandaag zijn we terug met Battlefield. En we kennen deze map allemaal nog van een hele mistige map. Wow, yo, wat is dit meteen? Zo kwaad in één keer. Maar doe allemaal kaart en duimpje omhoog gaan kijken. Ik ben hier met de enige echte... Hallo! Borny Arrow, yeah! Here we go, guys. Ik heb er zin in. Kijken of we een beetje kills kunnen pakken vandaag. Zal natuurlijk wel weer niet, want het is altijd broertjes dikke kaas. Ik sowieso nog niet. Ik moet nog even wachten. Tegenwoordig de regels in echt netjes wachten tot je mee mag vechten. Ja, jij zit nog een beetje bij het wachthuisje te wachten. Ja, ik zit er op de bank, hè. Ik wil ook wel dat je het even wacht, hoor. Ja? Houd jij het even veilig voor mij, dan kan ik een het is hier aardig veilig nu. Ja, ik heb er zin om lekker gewoon rozen te plukken. Hier kun je wel over naar huis schrijven, zo veilig is het. Oké, zodat ik gewoon lekker op een huisje verschrijf. Ik zit lekker hier zo bij een huisje, het is lekker zomers. Oké, nu ben ik in de slaapkamer. Nou, Bor, gaan we even lekker liggen hier zo? Als jij er even lekker gaat liggen zo meteen, dan komt het helemaal goed. Ja, oké. Kun je me wel Er loopt iemand in mijn huis, dus... Misschien wel een geest. Ze rennen hier buiten langs. Oh, kak. Oké, we hebben elkaar. Dat kan, trade kills. Tegenwoordig kan dat er gewoon... Nou, laat je maar daar gewoon op bed liggen, dan ga je gewoon dood. Ja, sorry. Je moet even alleen er tegenaan gaan, want ik ben zo dood als een doorgenaal. Oké, let's go. Ik ga nu de serieus gameplay doen hier zo, jongens. Dat is niet normaal, zo serieus. Oké, bam. Oké, nice. We pakken hier al het ding. Volgens mij liep daar een gast. Ik weet niet zeker. Moet hier gewoon even schuilen. We hebben de vlag, daar gaat het natuurlijk om. Hé, hey, kom even binnen, jongen. Hier heb je nog wat medic. Hier heb je nog een beetje medic, bedoel ik. Ik bedoel... Zo, die gast werd even bekogeld hier. Ik weet niet, hoor ik nou hier iemand lopen? Hoi! Nou, Max is af. Nou, waar ben je nou, Born? Ben je er nou nog niet? Nee, ik zit nog steeds op de bank. Oh, je blijft me op de bank zitten, hè? Ja, ik ben een beetje bang. Ik hou er niet van dat mijn billetjes een beetje natuurlijk over de Mars. Dat zijn de snipers, zag je net? Ik zag hem vanaf de bank. Komt tevoorschijn, jochie. Komt-ie. Ah, dat deed zeer. Ik wou hem even killen daar zo, maar dat ging natuurlijk weer niet goed. Je weet hoe dat gaat. Ja, dan ga ik even hier overheen. Nou moet ik voor me oppassen, want hier lopen allemaal stomme jongens, denk ik. Born, lopen stomme jongens bij mij in de buurt. Ja, dat is kut. Ik zit nog steeds op de bank. Wil je me helpen? Maar ik mag nog niet meewerken. Kan ik hier onderdoor? Oh, nice. Ik kan ook kruipen onder de trein door. Dat duurt wel heel erg lang, dus het is niet echt een hele verstandige keuze om te doen. Dus misschien moet ik daar onder een trein gaan liggen, weet je wel? Dan ben je gewoon pro-camper. Hoe vet zou dat zijn? Ja, pro-camper. Hey, pak ik hier... Ik ben pro-banker op het moment. Jij bent pro-banker en ik... Oké, nee, ik moet wel even voor mijn team gevechten. Ik moet de A pakken hier zo, jongens. A. Max is goed boos. Wat klitst die gast? Ik zie hem niet. Ja, hij glitste. Daar kan ik even niks aan doen, jongens. Wat de heck, joh. Zag je dat? Hij ging omhoog naar beneden, omhoog naar beneden, omhoog naar beneden. Toen stond hij opeens weer beneden. Ja, dan ben je aan het schieten en dan ben je je doel gefocust. En dan zie je het niet meer, hè. Dan ben je de weg kwijt. Ja, we rennen er omheen vandaag. Even een granaatje geven aan hun. Is deze gast dood? Of... Oké, dat is een beetje zand. Oh! Oké, want ik onder hand. Even reloaden hier, oh. Hopelijk niet doodga. We deden hier gewoon dikke actie natuurlijk, hè. Oké, nou ik ben wel lekker in vorm, Born. Dus dat gaat lekker zo. Ja? Maar we hebben wel weer alle objectives. Dus op zich gaat het prima. Ik span bij hem, want ik weet dat hier achter jou, of links, gasten aankomen. Het lijkt of het ding genurfd is, joh. Oké. Yes! Get wrecked, mate! Die hebben we even hard ge... Ah, shit! Ik had echt gehoopt dat hij me niet zag, maar ik denk, begin maar met schieten. Want hij ziet me sowieso, maar ja, helaas, pindakaas. Zit je nou nog steeds in de queue? Ja, ik zit nog steeds in de queue. Ik zit nog steeds op de bank. Oh man, je bent echt een lange bank zitten vandaag, zeg. Ja. Oké, get wrecked, mate. Oké, loop hier even een klein beetje omheen. Vlag A hebben we nog, dus dat komt goed. Moet even een beetje kijken, want hier zat net een gast binnen. Hoor je dat? Hij zegt het ook. Ja, ik kijk even van de bank. Ik heb
Wat? Shotgun! Nice! Je billetjes brandt. Mijn granaat. Ja, zit je mij te focussen? Zit jij te spectaten? Nee, dat kan het al. Ah, dat kan niet. Dat is jammer. Dat zou lachen zijn. Want ik ging nu, gooide ik een granaat tegen iemands kloot aan die mij daarna met de shotgun neerschoot. En toen ging ik dood. Hij liep hier net in ieder geval. Dus we moeten een beetje kijken of we... Hier is een grenade voor je. Oké, kom. We gaan voor die vlag nu, jongens. Jammer dat ik hier weer net niet tussendoor kan lopen. Die gast is dood. Hier moeten we echt oppassen. Dit is de gepanzerde trein. Dat is een gevaarlijke plek natuurlijk om te zitten. Oké, probeer hier de vlag te pakken. Als er iemand binnenkomt, moeten we schieten. Het gaat niet lang meer duren, want ik hoor al van alles. Jongens, rustig aan. Jongens, ik probeer de vlag te pakken. Wie helpt mij? Dus jongens, alles versleken en zo kom je er niet meer in. Nee, het is verschrikkelijk. Ja, we probeerden de hele service te joinen. We waren allemaal leeg met 1-2 mensen, weet je wel. Ja, en dan komen we er nu in en dan gaat alles fout en dan zit hij helemaal vol en komt Boontje er gewoon niet in. Ja, ik hoor gewoon altijd buiten. Oh shit, dat gatsiedarre, die gasten zijn zo snel met een klote wapentje. Het is tijd om een ander iets te pakken. Of kan hij me reviven? Nee, natuurlijk niet. Hij revive mij niet hoor. Denk maar niet dat hij mij gaat reviven. Kijk, als ik er aankom, weet je, dan rennen ze gewoon al weg. Dan zijn ze gewoon al bang. Ja, ze zijn bang voor jou, dat sowieso. Wat lig jij hier nou weer te campen, man? Nou, schiet maar lekker die jongens kapot. Ik ga eens even C pakken, want C wordt gepakt door de jongens. Born? Ja. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. We hebben je hulp nodig hoor. Ja, ik mag niet van de bank af. Ah shit, serieus? Waar? Oh, hij zit in een hoekje daar te liggen. Gatsidari. Nou, hij gaat me reviven. Daar komt hij. Yeah, thanks. Dit doet me goed. Ik ga hier bovenop. Oké. Een beetje hier zo doorheen kijken. Oké, een beetje dit kapot slaan zo. Oh yes, ik zit er nog steeds kan niet in. Zit je er nog steeds niet in? Nice. Nice, ik ben trots op je. Ja, eigenlijk hadden we dit huis moet even kapot. Maar ik weet niet of dat kan. Pas wel. Alles goed kapot. Nee. Ik kan niks kapot krijgen hier. Dat is echt jammer. Ja. Het zou vet zijn dat je hier gat in kon blazen. Dat je er gewoon even doorheen kon kijken. En dan die gasten neer kon schieten. Maar dat kan niet. Dus we moeten maar weer in ons eentje te aanval gaan. De schutting kun je wel kapot maken trouwens. Dan gaan we gewoon door de schutting heen rennen. Oké, dit is een beetje in die open, dus het is een gevaarlijke plek om te lopen, maar ik doe het toch. Oké, ik ga proberen daar naar binnen te sneaken. Daar zitten allemaal jongens. Wow! Holy shit, wat gebeurde daar? Ik vloog in één keer hoog de lucht in. Gari dari. Oké, hier zit niemand meer in nu. Dat is wel mijn meest intense potje ooit, toch? Ja, jij gaat hard. Oh, bokken. Dat is echt... Oké, we hebben de vlag gepakt. Ik ben gewoon opnieuw dood gegaan. Ja, jij gaat echt nooit dood. Jij bent echt goed bezig, Born. Ik snap het niet. Hij is bijna dood. Kom op, kill hem. Serieus, waar ligt hij? Ik schiet vol op zijn panty. Oké, counts kill. Nice. Ik wou net zeggen, die had ik wel verdiend, hoor. We winnen keihard met ons team op een of andere manier, maar ik vind niet dat het echt lekker gaat. Het is natuurlijk ook een beetje een close combat map en ik zit heel erg ver weg. Alsjeblieft, granaatje voor jullie. Hopen dat ik een kill maak. Oké, nou, ik heb in ieder geval een kill. Ah, wat? Hij heeft een shotgun! Ah, die shotguns zijn zo overpowered. Gaat die medic mij redden? 10 meter? Nee, die gaan mij niet redden. Die rent keihard weg. Die zit gewoon... Oh, er ligt daar gewonnen. Ik ga keihard wegrennen. Hoef ik hem niet beter te maken, tenminste. Oké, deze vlag nog even cappen, dan gaan we keihard. Dan zit Born er zo meteen bij, eindelijk. Ik denk, jij joint zo wel, maar nee. Ja, dat valt een beetje tegen, hè? Ja, dat valt echt tegen, ja. Normaal is dat wel. Maar zo meteen, als ze echt zijn zin dat ze verliezen, dan liever was wel. En dan kom ik bij het verliezende team en dan slacht ik heel jouw Nee, je zit bij mij gewoon in team zo meteen, we gaan ze in. Maar er is een plek vrij, trouwens, dat ik zie. Er is een plek vrij, maar ik join niet. Oh. Ja, loading game. Ah, kijk, zie, ik dacht het al. Kijk, hij zegt dat ik niet goed met dit er kunnen zijn. Oké, we hebben in ieder geval een vlag gepakt, maar hier loopt de jongen. Oké, nice, die hebben we. Even in deze hoek staan vandaag. Daar zijn de jongens hard aan het vechten. Ah, ze zien mij hier. Oké, komt hij met de voorschijn op? Niet bij jou erin, volgens mij. Weet ik niet. Je zit niet bij mij in de crew, nee, maar... Komt goed. Nee, oh, wacht. Ik zit wel bij jouw team. Oh.
Ja, maak zo meteen een squad aan, dat komt goed. Ja, kom maar naar Charlie. Oké, ik kom eraan, ja. Even bukken hier. Oh, het is een nieuwe map, die heb ik nog nooit gespeeld. Options. Shit, waar staat het? Squad, squads! Charlie, waar ben je? Charlie is bij de treinen. Ja, ik ben bij je. We zitten nou in een team. Het lijkt wel oorlog. Ja, klopt. Het lijkt echt oorlog, hè? De bank was veel rustiger, man. Oké, ik moet even C pakken hier weer. Thank you for taking my C. Je hebt meer skill. Ja, hij rent keihard. Dat is ook leuk. Oh, dit is best wel een leuke map. Die is keihard aan het schieten. Ja, dit is een coole map, sowieso. Het speelt lekker. Er zit er daar boven bij de huis zit er eentje in het bovenste raampje. Ah, maar niet uit. Die grote opening in het midden. Oké, ik ga erheen. Als ik weet... ik weet de weg niet, laat maar. Kom, wacht. Volg mij. Follow me. Kom, andere kant op. Ik weet niet waar je bent. Achter, in het huisje. Net in het tunnel. Ah, ja, hier. Ja. Kijk, kijk, dit huisje hier, dit huisje moet je. Daar zit hij? Dit huis. Waar zit hij? Daar boven in de huis, maar er loopt de shotgun buiten. Maar ik zie niks lopen. Nou, hij zit daar boven in de huis, maar de shotgun loopt hij midden op de straat. Hij kan hier niet boven zijn. Nee, dan is hij ondertussen misschien dood. Loopt hij nee, andere huis, daarnaast. Andere huis daarnaast, ik leed even niks hierheen te rennen. Ja, maar hier loopt de shotgun ergens. Ja, ik denk dat ik hem heb. In dit huis hier. Auw, wie die shotgun achter op mijn rug? Oké, er viel even een jongen naar binnen, gezellig. Oh, ik word geknifed? Hoe komt die vandaan? Wow, die heb ik echt niet gezien. Heb ik ook een shotgun? Ik ga ook een shotgun pakken. Zullen we gewoon allebei shotgun squad doen? Ja, als ik weet dat ik een shotgun heb. Even kijken, shotgun, waar kun je die pakken? Oh, gadver... Nee. Oh man, ik zit helemaal te kloten hier. Shotgun. Ik heb volgens mij niet eens een shotgun. Waar kun je shotgun kiezen? Dat was toch een assault altijd, of medic? Nou, dat was wel een heel actief leuk potje. Nou, we kunnen nu kiezen welke map we gaan doen. Zullen we de forest maar ingaan dan? Want iedereen vote voor de forest, dus ja, wordt de forest dan maar. Holy shit, was even een hard potje. Hoe goed heb ik het eigenlijk gedaan? 14 om 10, niet echt bijzonder goed. Ik heb 1 om 3. Het kon ook slechter natuurlijk, hè. Zolang maar niet negatief staan is goed. Oké, we gaan de shotgun boys worden, oké? Dit gaat tot worden. Als je een shotgun hebt, ja. Maar heb ik niet een shotgun. Jawel, komt goed. We gaan gewoon nog een potje erachteraan plakken, omdat ik laatst iemand het zag en die zei van... Chromo, wil je alsjeblieft wat langer Battlefield 1 spelen, als je speelt. Normaal gesproken duurt het potje 10, 15 minuten. Ik denk, oké, gaan we doen. Oké. Okay. Maar ja, dan knip ik er dit even dus uit. Hey! Oh, ik gooi mijn telefoon op de grond. Uh-oh. Hoi, ben ik weer. Waar kan je shotgun kopen? Shotgun kun je kopen bij... Ik dacht Medic. Assault dan, ja. Kak. Assault. Ja, Assault. En dan is de M79 Trench Gun kun je pakken. Dus we zijn... M79? Ja. Trench gun sweeper. Ja. Die is bij mij locked. Nou, dan moet je nog even iets meer verdienen nog. Dan heb je de coins er niet voor. Harder sparen, nee, boy. Come on. Ik heb het level nog niet. Kom op, sparen. Oké, we hebben deze eerste vlag. Daar gaan we. We gaan er gewoon volgers tegenaan. Auw. Auw, hier zijn heel veel bommen, jongens. Dit is geen pretje om hier te lopen. Nou, daar gaan we. Waar zit die kill? Oké, ik heb in ieder geval één kill. Maar ik moet wel even heel hard gaan schuilen. Oké, deze gaan we pakken hier zo. We zijn nog goed bezig ook, jongens. Niet te geloven hier met onze shotgun. Moet alleen wel raak schieten met de shotgun. Die vijand maar wat minder. Ja, je moet raak schieten met een shotgun, hè? Dat is heel lastig. Wij zijn natuurlijk gewend om gewoon mis te schieten altijd. Auw. Nou, het is shotguns van dat spel. Dat is echt gewoon shotgun only geworden of zo. Nee, het valt wel mee. Vooral in deze map valt het wel mee. Ik ben tot nu toe 6 keer dood. 6 keer was door een fucking shotgun. Maar je bent er maar 1 keer dood gegaan. Ja, met het andere potje erbij. Oké, het andere potje erbij. Ja, dat was wel een beetje shotgun map. Maar ja, hey, come on. We kunnen dit. We kunnen do this. Ik zit bij de railroad depot. Ik ook. Ha! Oké, nice, we hebben hem. We moeten een beetje teamen, dan kunnen we dubbel shotgun doen. Ik heb geen shotgun. Oh, ben je shotgun kwijt? Ik heb jou juist dan even nodig als defender. Waar ben je dan? Kak! Ik ben dood! Hier liep een gast bijvoorbeeld en ja, die klapte mij hard neer met zijn pistooltje. Dan was ik eigenlijk niet van plan daar naartoe te komen. Jawel, er lopen 2 jongens, die moet je echt doodschieten. Dat zijn hele stomme jongens, staan met z'n 2 te hangen en zo. Oh, ze staan nu om het hoekje. Waar ben jij? Oh, jij zit in de map. Kom maar op de wit. Oh, daar zit hij. Ja, hier, daar zitten ze, ja. Op
Komt er eentje achter? Ja. Hele zorg, ik zit hier gedunken. Au. Shit, ik heb er maar één. Nou, die shotgun is helemaal niet zo goed als je denkt, hoor. Ik denk dat het echt goed gaat, maar ik zit vol te hossen. Misschien schiet ik dan ook wel wat kogels mis. Maar, het is echt piu. Oh. Kan ik hier ergens binnendoor? Oh, komt iemand aan. Help. Nou, enemies hier zo. Achter ons lopen gewoon echt heel veel vijanden. Kak, ik schoot net en toen ging ik niet dood. Ik weet niet, ik ga even wat overstappen, want dat is echt geen fijne gun. Die Hellrich is trouwens wel echt een hele fijne gun. Assault wil ik best wel blijven proberen eventjes. Nee, ik ga weer gewoon voor die andere. Want, kak. Ik moet dit, deze wil ik uitspelen, deze guns. Dus daar ga ik gewoon voor het als eerst mee. Ik ga wegrennen. Yo. Ja, ik ga met je mee! Ah, waarom spawn ik hier bij jou? Succes daar. Nou, dat komt goed. Oké, okay, nice. Gaat lekker zo. Ik heb er eentje. Au, ik ben dicht. Hij deed maar schieten. Ik schuil hier nog achter. Ik ga er blijven zitten. Ik kom er ik blijf hier staan. Ik ben puur focus. De meeste die komen, dat zijn vijanden. Kan me even helpen? Ja, ik moet even bukken. Holy shit, dit gaat hard! Ik verdedig de linie hier als een harde. Komen er meer aan, in de verte. Okay, ja, ik zie... Ik lok ze even om even mijn hoofd te laten zien. Ja, is goed. Denk je, wie is die sexy jongen? Daar daar gaan ze. Ze willen jou allemaal kussen nu. Ik uit granaat. Ja, maar niet uit. Ben niet bang voor granaten. Ben niet bang voor granaten. Tempo. Kak. Shit, ik ben down. Ik moest reloaden. Zo'n beetje. 8-3. Het gaat wel lekker. We hebben wel wat kills gemaakt in ieder geval. Daar gaat het om, weet je wel. We doen totaal niks met de vlag, maar het gaat bij ons om de kills. Dit is best een wapentje wat ik heb gekocht. Wat heb je voor wapentje gekocht? Dan moet je even kijken, Rick. Ja, kijk je hoe zie ik dat? Als je, als je dood bent. Een kill maken, moet ik ook kunnen. Dat kan ook, ja. Een kill maken, dat ook. Hoepsnipers, ga nou eens gewoon lekker weg. Jongens, ik heb hulp nodig hier. Er zitten heel veel jongens. Ja, ik zit nog iets meer in de hoepen. Ik zit naast jou. Schiet die gast neer. Oh, ik ben dood. Schiet die gast neer. Een rifle-granaat of zo. Oh, hij heeft die lamp flambeau. Dat is ook wel een harde shit gun. Ik heb de M18 Optical. Oh, M18 Optical. Dat tuurlijk. We have taken objective butter. Zo, eens kijken of ik al een nieuw wapen kan kopen even. Kijk hoor. Ik kan echt wel een hele hoop nieuwe wapens kopen. Welke zullen we doen? Dat is alleen een beetje de vraag. De M18 Optical. Ik ga denk ik voor de bar een keer. Oké, okay, we gaan voor de bar. Unlock. Nice. Oké, okay, we hebben een bar. Heel bar. Daar gaan we. Dat is mijn nieuwe gun, dames en heren. De bar. Dat is een oud wapen uit de Tweede Wereldoorlog. Gebruikten ze de bar ook nog. Oh, dus ziet eruit als een chill gunnetje. Oh, nou. Kijk uit. Oké. Rustig aan dan met de bar. Heel bar, dat gaat lekker. Yo, ik ben er binnen. Adoe. Hey, ik ga mee. Nog even, ik reload even. Ja, dat is wel een goeie. Oké. Okay. Twee kogeltjes. Oké, okay, we wachten ze hierop. Ze komen hier sowieso aan. Oké, okay, laat ze maar komen. Links. Links, boven ons. Ik hier neem het vlag over. Oké, okay, ik ga met je mee onder. Oké, okay, laat ze maar komen dan. We zijn er klaar voor, jongens. We zijn er klaar voor. Puur focus hier. Jullie hebben mijn rug, hè? Ja, ik poep helemaal mijn rug vol. De enemy heeft de upper hand. Dit gaat niet lekker zo. Oh, kom. We moeten terug naar hier. Die zijn ze weer. Ah, ik zit even te kijken. Terf. Nee, het is wel een kontkat. Nou, kijk hier. Dat is een beetje grof, maar het kan allemaal wel. Achter ons. Oh, echt? Voor mij ook. Waar? Oh, daar ook. Ja. Oh shit. Dit wapen is zo snel. Je moet hem echt even controleren. Oké, dan zit er heel veel aan. Ik ben weg. Yo. Oké, okay, ik ga met je mee. Doei. Zullen we hier naar beneden? Ja, ik ga weer. Hier komen ze doorheen, sowieso. Oké, okay, komen ze? Ja, en ik ben weer neer. Ik schoot er alles mis. Ik
komen hier sowieso tevoorschijn. Daar ben ik al dood. 1, 2, 3. Ik hoor ze lopen, dus ze moeten elk moment komen. Ik kan weer bij je. Hij heeft iemand gespot of zo. Ik ben aan het wachten. We have lost Oké, dat gaat goed, Born. Je bent even hard aan het knallen. Nou, ik had er even eentje. Hé, maar ze komen achter ons uit. Kijk. Echt? Ja, kijk, maar die vlag is ook al kwijt. Oké, dan komen ze van beide kanten. Jij dekt die kant, ik kijk de andere kant. Oh ja, ik ben hier alweer die vlag aan het veroveren. Oh, dan doe ik even met je mee. Dan zeg ik geen... Oh, wacht even, hier ligt een specialist. Oh, klopt. Oké, let's do this. Ik heb hem even gereload. Oké, laat ze maar tevoorschijn komen, Hero. Born? Ja. Ik hou hier nog de dekking. Ik kom nou weer terug, huppeld. Oké, huppel maar hierheen, want hier is het ook gepakt. Maar ze proberen weer A te pakken. Nou, ik ga Hero staan en say hello to my little friend. Ik ga weer even terug naar C. Dat is goed. Say hello to my little friend, ladies and gentlemen. Laat ze maar tevoorschijn komen hier. We maken ze helemaal kapot. Blijf je lekker onder zitten. Die vent geeft het op. Oh, er komen meer vrienden aan. Man. Omdat die vent boven was, wel kapot geschoten. Lijkt wel oorlog. Ja, ik zit hier. Ik moet even iemand hebben die hierheen komt. Aha! Er komt hier niemand. Ik kom wel naar jou toe, want het is hier echt saaie scheid. Is bij jou nog een beetje oorlog? Au, waar? Oh, hij is bijna dood. Hij loopt in het midden bij de vlag. Ja, ik loop onder. Hij is dood. Holy shit, stort hier een beetje in. Terug. Oké. Waar zitten ze? Ah! Huisje. Waar? Ja, recht tegen heel veel. Waar je de hele tijd zat, daar zitten ze. Ik zijn dus afgelopen specialist, man. Oh! Oh! Ik kan nog goed doen. Ik ben nog steeds levend. Nothing on the hand. Jezus. Holy shit, dit is echt hard. Ik ben zo van letten als je ziet dat iemand kan spawnen. Okay, oh, bom. Holy moly, dit is echt een lompe gun. Ja? Ja. Laat ze maar tevoorschijn komen. Hoi. Ik hoor heel veel man. Shit, ik ben down. Wauw, wat een kills, hé. Woe! 18 kills heb ik nou. Dit ging echt hard. Zo de knetter, dit was echt nice. Ik poeierde ze allemaal neer. Oké, kom eraan. Ik kom je helpen. We moeten daar naar binnen, beneden. Ja, oh shit, komen ze een shotgun. Au. Oh, ik dacht dat ik een kill had, heb ik niet. Ze zitten allemaal uit die poort komen ze, daar moeten we even heen. We moeten dat zorgen dat we die twee dicht hebben. Ja. Dan hebben we echt een hele goede. Dan moeten ze de hele tijd omflanken, maar dan weten we ook dat ze flanken. Ja. Weet ik daar zit, kerel. Dat is een beetje jammer. Ik ben echt knijtensnel dood. Als ik hier even één keer mijn kop laat zien, ik schiet het vol in zijn panty. Nee, maakt niet uit. En ik hoor het spannende muziekje, jongens. Dat betekent dat het spannend gaat worden. Wat? Oké, jij bent ook dood. Nice. We moeten nog even doorzetten, want we staan redelijk gelijk. We kunnen winnen nog. Als we ons best even doen. Dan heb ik groot vertrouwen nog. Ja, we zitten nou best wel in een poeppositie en ik loop recht op de granaten. Oké, nice. Die gas heb ik down. Bijna dood, dus ik moet even wachten hier. Oké, come on. Hij is nog maar 5 HP. We gaan lekker, dat is medic hier, die heb ik nodig. Oké, die is bijna down. 17 HP, jongens. Kill hem. Oké, ik ben bijna dood. Ik moet even weer reloaden. Ik ga eventjes omrennen, denk ik. Oh, shit. Ik ben bijna dood. Ga ik rennen of niet? Ja, heb je ze? Ik heb er 3 als goed te zien. Wow, er staan er hier over een hoekje nog een stuk 5. Ja, ik had hem gehit, maar niet dood. Oké, ben gerevived. Ik ben ook gerevived. Ik heb een granaat naast me, dit doet heel zeer. Ja, ik ook. Ik kreeg gerevived met 3 granaten omheen. Dat was gewoon. Oh, ik ben down. Ja, shit. We hebben zoveel medics om ons heen. Nee, we gaan dit verliezen, jongens. Ze staan in één keer voor. Ze hadden net op het laatste moment de vlag. Kijk. Oh, maar we hebben de eerste dik gewonnen, hè. Dus hey, we don't care. Daar was ik niet bij. Nee, oké, ik wel.
En nu weet jij erbij en dan gaan we dood. Ik knifte hem terug, maar het werkte niet. Jammer, jammer, jammer. Nou goed, mensen, bedankt voor het kijken. Is leuk, voldoet natuurlijk kaart en duimpje omhoog. Dan zie ik je alweer bij een volgende video. Hele fijne dag en tot de volgende keer. Yo, yo. Yo. Yo, yo.